En omdat ik echt verbazingwekkend dat ik nog zoveel plaats heb, wat ik echt niet had verwacht. Ik werk niet echt. Hallo iedereen. Vandaag gaan Bodin en ik, alleen misschien Bodin niet vandaag, maar gewoon, het komt in deze video, een video maken over hoe wij onze valies maken om naar het Belgisch kampioenschap te gaan. Dus, ik ben hier echt al 3 dagen aan bezig om een deftige planning in elkaar te krijgen. Want ik moet ook naar de winkel gaan om bepaalde dingen te kopen, van eten en zo. En er moeten ook nog andere dingen gedaan worden. Dus ik heb een hele planning en dan hier wat ik allemaal moet meenemen. Dus ik dacht, misschien is dat wel leuk om dat samen met jullie te doen. Dat jullie dat ook een beetje kunnen zien. Dus ja. Ja, we zullen beginnen, hè. Dus ik heb hier al alles op mijn blad geschreven. Ja, toen ga ik even naar beneden. Want onze kamers zijn beneden. Ik heb mijn valies niet. Ik druk mijn zakken van de Alihub. Kent iemand dat? De Alihub? Hop, Alihub. Dat is een winkel in Spanje. Echt zo'n beetje... Een beetje zoals de Action, maar meer fancy en niet zoveel of zo. Alhoewel... Ja, ik vind het wel altijd een beetje vergelijkbaar is met de Action. Gewoon een fancy Action. Ja. Oké. Dus, ik ga mijn rijlegging meenemen die jullie normaal gezien al gezien hebben in een video. Want de video dat we morgen gaan maken komt voor deze. Dus, die rijlegging moet ik meenemen. Mijn broek van de Bershka, want die is toch al vuil, zoals jullie nog gaan zien in de video groen klaar. Want die hebben we gisteren gemaakt. Een short, een broek gewoon, of een jogging of zo. 500 broeken, mijn pyjama, een mooi kleedje. Ja, hier staat mijn jogging. 5 t-shirts, topje, of topjes. 5 paar kousen, regenjas. En ik denk dat ik mijn RP-jas ga meenemen van Rewa Piet. Van schoenen, Timberlines, want die mogen vuil worden. Mijn Vans, voor als het niet nat is of zo. En dan mooie fancy hakken voor op dat kleedje. Bodin zegt dat dat nodig is. Van mijn toiletgrief ga ik in mijn beautycase steken. Mijn wattenschijfjes en oorstokjes. Mijn ontschminker en een beetje make-up. Zeep om mij te wassen. Shampoo voor mijn haar en zo. Mijn haarmasker. Handdoeken. 3 washandjes, mijn borstel en een paar rekkers. Rekken, lol, rekkers. En dan van extra, ja, zonnecrème, mijn lader, mijn kussen, mijn pil, die ik ook vandaag nog moet gaan halen. Mijn vitaminepillen, want ja, ja, moet. En eten van de winkel, en dat heb ik dan hier allemaal staan wat ik wil. Dus sandwichje, hespenworstel. Nou, damn, ik was gisteren echt er niet bij met mijn hoofd. Hespenworst, kaas, chipjes, 6 kleine flesjes bruiswater, iced tea en zo M&M crunchy. En dit is dan de planning, voor als jullie dat interesseren. Vandaag zijn we vrijdag. Zeg ik daarnet dat we donderdag zijn? Ik heb geen idee. Vandaag zijn we dus vrijdag. Vandaag moet ik mijn pil gaan halen, mijn valies maken. Dus ja, nu die video maken. Morgen gaan we naar de Versele Laga voor eten voor mijn ratten. Gaan we Frodo halen, want Frodo is gecastreerd en ik hoop echt dat hij het goed doet. Ga ik paardrijden, ga ik Frodo verzorgen. En dan zondag... zondag ga ik naar de Deleuze en naar mijn vriendje. En dan ga ik naar BK woensdag. Ja, oké. Okay. Als allereerste ga ik nu eerst de video van gisteren online zetten. Wow, ik draai. Wow, ik ben snel recht gestaan. Oké, okay, dus dan ga ik eerst zo de video van gisteren online zetten. Zodanig dat ik wat beeldmateriaal kan verwijderen, want ik weet eigenlijk totaal niet hoeveel opslag dat ik heb. Ik weet dat ik nu ongeveer 2000 veel, bestanden heb staan op mijn album, dus misschien moet ik even die video's, die ene video van gisteren er al op zetten en dan kan ik alles van die video verwijderen, want dat is wel beeldmateriaal van een uur. Dus als ik BK en zo ook nog wil filmen, is het best dat ik dat nu doe. Dus ja, dat ga ik snel doen. Eindelijk, een uur later staat hij eindelijk online. Allee ja, gepland tegen 24 augustus. Echt super raar, want we zijn nu 2 augustus. Eerst komt nog de Q&A. De 2 delen. Dan komt de vlog dat ik morgen ga maken. Dan komt deze, I guess.
En dan komt de video dat ik nu ga maken met mijn valies. Ja. Eerst ga ik naar de winkel. Alleen naar de apotheek. Ik ga mijn pil gaan halen. Ja. Ik denk dat ik ga beginnen met mijn beautycase. En zo, ja, toiletgrief en zo. Want dat lijkt mij het makkelijkste. En het minste ook. Dus ik ga even naar de badkamer. Mijn lijstje mee. Hier. En ja, even nog iets halen om door te krabben. Nou, wat een setting. Dus we gaan beginnen met toiletgrief. Dus mijn beautycase. Ik kan natuurlijk dat nog niet wegsteken. Want ja, ik moet me morgen nog wassen als ik klaar ben met mijn paardrijden. Ja. Dus ik ga gewoon dat klaarmaken. Allee, alles al klaarzetten en hier zetten. En na zaterdag kan ik gewoon alles in mijn ja, dingen steken. Dus beautycase kan ik al doorstrepen. Daarin gaan we steken. Ja, een beetje make-up. Want we gaan waarschijnlijk iets fancy doen. Dus ik ga mijn highlighter meenemen. Natuurlijk iets om die highlighter mee aan te brengen. Poeder. Voor het geval dat ik ja, dat nodig heb. Dan poeder. Om poeder mee aan te brengen. Dan mijn lippenstift. En die vind ik echt mijn allermooiste. Oh my god. Mijn mascara. Ik heb mascara van Catrice. Deze. In het zwart. En dat is normaal gezien geen waterproof. Ja, en ik denk dat dat wel goed is. Dan ga ik 3 washandjes of zo. Misschien 4. Die kunnen hier ook in, op de bodem. Zo. Mijn borstel zit denk ik nog in mijn handtas. Zonnecrème. Dat kan ik ook al aanduiden. En hierin steken. Zo. Hopelijk gaat hij niet lekken, want dat is echt bescheten dan. Mijn wattenschijfje, die kan ik ook al nemen. Deze. Dan mijn ontschminker. Ik heb andere die beter is, maar het probleem is die fles gaat niet zo goed doen. En deze is een draaidop, dus dat kan zeker niet uitlopen. Dus dat kan ik al. Oorstokjes. Ja, die kunnen er ook al in. Oorstokjes. Waarom heb ik stokjes met 2 K's geschreven? Ja, shampoo en zo, dat heb ik allemaal morgen nog nodig. Mijn zeep, ik denk dat ik gewoon deze handzeep ga meenemen. Want die kun je normaal gezien sluiten, I guess. Dat zien we nog wel voor de rest. Is dat voor morgen, hè? Dus ik heb nu al dit aangeduid. Op zich kan ik mijn pil er ook al in steken, want ik ga doornemen, anders heb ik mijn regels op BK en dat vind ik niet zo leuk. Dus die kan ik ook al even een strip eruit halen. Oké, dus dat moet eraf. Dat is open. Dus deze mogen er ook al in. En dan kan ik die ook al doorstrepen. En dit is nu dat mijn beautycase eruit ziet. Echt super onordelijk. Maar ja, het zijn allemaal verschillende vormen. En ik weet niet hoe ik dat anders in elkaar moet laten klikken. Maar ja, er moet nog dat bij. Er moet nog dat bij. Er moet nog mijn shampoo bij. En dat is het, I guess. Ah ja, mijn haarborstel. Ah ja, handdoeken kan ik ook al meenemen. Hoeveel handdoeken zou ik meenemen? Ja, niet te groot natuurlijk, maar als ik mijn haar was, dus misschien 2 van die. Zou dat genoeg zijn? Misschien nog eentje. 3 van die. Voilà. Zo, voilà. Ik heb nu alles al mee, behalve mijn Rewampitas en mijn rijligging. Want die moet ik morgen aandoen en die ga ik waarschijnlijk ook morgen aandoen. Dus ik heb hier liggen mijn 3 handdoeken. Mijn onderbroeken en kousen, et cetera, et cetera. 2 lange broeken. 2 truien. Eentje grijs met Amazing. Eentje met zwart, wit, rood en bruin. 2 shorten. Mijn pyjama, dus een legging en een lange t-shirt. Mijn jogging.
vijf t-shirten en twee topjes en mijn regenjas. En als mooi kleedje heb ik dat gekozen. Het ziet er nu echt wel sad uit, maar het is zo met een ronde nek, met zo hier zo mooi afgewerkt en hier is dat open. En dan zo aan de taille, zo mooi afgewerkt en dan mooi. Ik zal het wel laten zien als ik het aan heb. Oké, ik ga deze al proberen in mijn valies te steken. Dat gaat al een opgave worden. Alles in mijn valies gekregen. Het voornaamste zit daarin. Hier zit nog een beetje in. In mijn rugzak heb ik nu gestoken mijn hakken voor op dat kleedje. Even. Ja. Dus die moet ik er even insteken. En omdat ik echt verbazingwekkend nog zoveel plaats heb, wat ik echt niet had verwacht, ga ik in plaats van alles van mijn make-up hierin te steken, ga ik gewoon mijn make-up tasje gebruiken. En alles wat ik niet ga gebruiken, ga ik eruit halen. En dan kan ik deze nog in dat open plaatje steken in mijn valies. Dus dat ga ik nu doen. Dat ga ik sowieso niet gebruiken. Dit wel. Dit ook. Dit ook. Dit ook. Dit ook. Dit misschien. Dit niet. Dit misschien. Dit heel misschien. Misschien zelfs deze kleurtjes nog. Even kijken. Floss draaien. Dit is ook trouwens een beauty tasje van de Allehub. Hop. Al die vaseline. Van de Allehub, dat ik daarnet heb laten zien. Er staat op. Wild and free, love your dreams. En ja, dat heb ik in Spanje gekocht. Al even geleden, vorig jaar in mei. En dat past hier dus echt perfect in. Dus dat ga ik hierin steken. Zo. Dus ja, dan ben ik eigenlijk al klaar. Ja, alles is doorstreept. Juist deze kleine dingetjes nog. Dus ja. Dat het erbij ligt. Daar zitten nog mijn dingen in. Mijn rugzak. En dan mijn beautycase. Staat in de badkamer. Dus ja. Dit was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En Bodina deel komt hierna. Hallo iedereen. Ik ga vandaag mijn koffer pakken. Voor het BK. En ik ga jullie tonen wat ik allemaal meeneem. Dat is een koffer. Met zo'n vakje. In met zo'n rekker aan. En dan heb ik ook zo hier een vak. Met zo'n ding. Waar ik hier meestal mijn ondergoed en zo in doe. De meeste kleren ga ik er al insteken, maar gelijk ondergoed en mijn toiletgrief, ja, nog niet. En dan, sommige dingen zitten ook nog in de was, dus ja. Dus, waar ga ik eerst mee beginnen? Ik heb echt heel veel kleren mee. Gaat er nooit in passen, maar kom. Oké, dus eerst shorten. Dus, het gaat normaal gezien een paar dagen goed weer zijn, dus shorten mee. Een beetje van alles gewoon met glitters en... Ja, een beetje van alles. Ook een nieuwe short, deze, met een mooie riem. Dus dat gaat erin. Zo. Ik zal straks ook volledige dingen tonen van mijn ding. Maar, is het niet al zo vol? Dan t-shirten en topjes en die dingen. Zo'n stapel. Ik pak echt wel veel te veel kleren mee. En dan zeg ik nog altijd dat ik te weinig kleren heb. Maar kom. Dus gewoon een beetje topjes. Wat t-shirten. En ook mooie dingetjes. Want het kan zijn dat het soms een beetje mooi kleed moet zijn. Dus wat neem ik zeker mee? En polo. Rij van Piet. Yippie. Die neem ik eigenlijk altijd mee als ik op internationaal ga. En ik heb er nog. Zo eentje van vroeger, van het jumping team nog, met mijn naam op. En dan hier het jumping team. Ja, die vind ik wel cool. En ik heb eigenlijk nog een van hem aan Piet, maar die is hier zo gescheurd en ja, dan pak ik dat gewoon niet mee. En dan, oh ja, gewoon proper t-shirten, vuile t-shirten. Zo, allemaal op een stapel. Ik mag er ook altijd als je al ziet. Het komt er al over, oepsie. Dan belangrijk natuurlijk, mijn witte broeken. Ik neem altijd gewoon maar twee witte broeken mee, omdat ik maar twee propere witte broeken heb.
Met daarbij mijn bovenstukken, daar heb ik er wel drie van. Ja, die gaan er dan in. Past al niet meer. Ja, dan rijbroeken. Hoeveel rijbroeken pak ik mee? Ik heb twee rijbroeken mee. Eentje zo caro-achtig. Maar ik weet nog niet of ik die ga meepakken eigenlijk. Allee, die is als reserve, want er zit een gat in. Oeps. Dus ja, maar die gaat dus al mee. Die die ik nu aan heb, van Harcourt, die ga ik ook mee. Dus die moet nog in de was. En deze van Kingsland gaat ook mee. Dus ook gewoon een donkerblauwe. En dan normaal mijn roze gaat ook nog mee. Maar dat weet ik nog niet zeker. En een trainingsbroek voor over mijn witte rijbroeken. Oké, ja. Dit is dus eigenlijk al vol. Oeps. Normaal is dat niet zo, maar ja, kijk. En er ligt eigenlijk nog veel kleren eigenlijk. Ah, daar gaat het misschien wel nog net op passen. Een pyjama. Een short van Batman. Die is wel cool. Nu neem ik ook een vak mee. En een t-shirt van Shawn Mendes. Yippie. Ja, die vind ik ook cool. Ik slaap daar wel vaak mee. Dus dat kan eigenlijk al toe. En de helft is er nog niet. Maar ja, ik ga met mijn auto, dus het past er allemaal in. Ja. Dan ga ik dat hier doen. Normaal doe ik eigenlijk gewoon hier al mijn schoenen in. Maar dan zal ik dat wel in een aparte zak doen. Wat heb ik hier dan nog? Truien en een t-shirt. Ja, t-shirt. Zo t-shirt-achtig. Mijn lange mouwen, deze. Met op de mouw Ray-Ban Piet. Ja, als ik ergens naartoe ga, wil ik altijd reclame maken voor onze manager. Dus pak alles mee. Dan een proper t-shirt. Allee, trui, t-shirt-achtig iets. Mijn ondertagen trui neem ik ook mee. En dan natuurlijk ook mijn, bij mijn polo bijpassende trui van Ray-Ban Piet. Dat is wel echt een warme. Dus waarschijnlijk ga ik die gewoon s'avonds een keer aan doen. Zo. Die mag er dan in. Wacht, dat moet ik even anders doen. Vorig jaar had ik dus voor dat ik dus niet echt voorbereid was op regen. Dus moest mijn oma van alles meebrengen tegen de regen. Want die kwam dan voor met mijn Frans te helpen. Zo, en eigenlijk zit het ook al vol. Wat neem ik dan nog mee? Maar eigenlijk, ik heb zoveel broeken mee, maar eigenlijk zijn het niet de broeken die ik wil meepakken. Dus mijn kleedje voor als we op de VIP gaan zitten, moet ik eigenlijk ook nog een trui voor meenemen. Eigenlijk. Ja. Dus dat is dit kleedje met bloemetjes. Zo, ja. En daar heb ik ook mijn hakken bij, maar die ga ik ook nu nog niet pakken. En dan denk ik niet dat ik die broek ga meenemen. Ik wil eigenlijk mijn jeansbroek en mijn zwarte broek nog niet pakken, maar ja. Dus dan heb ik nog een karobroek met zo'n streep langs de zijkant. Wat heb ik dan nog? Gewoon een grijze broek. Niks speciaal aan. Oh my god, dat gaat nooit toe aan. Dan heb ik nog een jeansrok. Zo'n jumpsuit-achtig iets. Een legging. En die andere broek laat ik gewoon thuis. Waar plaatsen gepakt, maar die wou ik niet eigenlijk. En dan, oh my god. Waarschijnlijk gaat de helft nog in een andere zak, want ik kan het nooit toe krijgen. Ja, oké. Okay. Dan heel veel kassen. Mijn zomer Ray-Ban Piet kassen. Veel van Kingsland en Oxerkassen. Zo van die dunne, weet je wel. Hoeveel dagen ik eigenlijk weg was. Dat moet ik vier paar kassen mee hebben, maar ik pak er al meer mee voor de zekerheid. Dus ik heb al 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paar kassen. Lange kassen moet goed zijn, hè. Zo. Dat daar. Dat hier. En proppen. Oké, korte kousjes. Ik ben daar woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag.
5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar ik weet sowieso dat ik meer ga nodig hebben, want ik heb altijd dat ik te weinig korte kousen heb. Dus daar moet ik er nog een paar van bij pakken. Als ik hem nog vind, even kijken in de kast. Yes. Deze kousen gaan er ook nog in. En dan zal ik, als ik de rest klaarmaak, nog even filmen. En dan ga ik eens proberen of ik dat hier toe krijg. Ja, werkt niet echt. Oké, ik ga even een zak pakken. Ja, oké. Gewoon een zak van de lijst gepakt. En dat is mijn mama die hoort. Ze is een vlucht aan het boeken. Oké, dus dat mag erin. Dat is omdat die truien zo groot zijn. Dat is voor plek in mijn trui. Dus mijn broeken mogen daar al in. Waarschijnlijk kan mijn toiletzakje ook in. Deze jas gaat ook mee. Die is van Cavalleria Toscana. Die gaat mee. Mijn PPE-jas gaat ook mee nog. Daar is het in mijn auto. En dan ja, natuurlijk mijn rijgas en zo. Gaat ook mee. Ik hoop dat het nu al toe gaat. We gaan eens proberen. Waarschijnlijk niet. Nee. Zo moet het wel lukken, normaal. En die zakje is ook al bijna vol. En mijn ondergoed moet er ook nog bij. Als het niet toe gaat, waar je? Er is dus van alles fout gelopen. Sorry voor hoe ik eruit zie, by the way. Er is van alles fout gelopen en de video van Bodin kan niet afdruk verstuurd worden. Dus ja, daar stopt het. We sorry. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot deel 2 van het Belgisch kampioenschap. Doei!